Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Jiska en het is inmiddels, wanneer? Begin mei of zo. In ieder geval de zomer zit aan te komen. En I am not ready. Dus in deze video ga ik preparen for summer. Ik weet nog niet helemaal wat deze video gaat zijn, maar ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in en ik hoop jullie ook. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dit dan zeker nu nog even. Zit hier een grote rode knop ergens onderin. Kan je op klikken, dan support je mij. Maak je mij ontzettend blij mee. Dus doe dat even als je dat nog niet hebt gedaan. Ik denk dat ik even ga beginnen met een workoutje. Dat hebben we wel even nodig. We hebben natuurlijk allemaal een summer body. Alleen, ik weet niet. Ik vind het gewoon zo'n leuke motivatie. Om dan lekker te sporten elke dag. Zo van, oh dan zie ik er in de zomer goed uit, weet je wel. En iedereen ziet er goed uit. Maakt niet uit of je sport of niet. Maakt niet uit wat voor conditie je lichaam in is. Maar ik vind het zo leuk. Dus ik ga vandaag een dikke ass workout doen. Want wat willen we allemaal deze zomer? Een vet ass. Let's go. Let's begin. Maar voordat ik ga sporten laat ik even wat kleertjes zien die ik bij Chiquelle heb uitgekozen. Want ja, bij een nieuwe zomer hoort natuurlijk een nieuwe kledingkast. En bij Chiquelle hadden ze wel echt hele leuke dingen voor deze zomer. Met hele leuke kleurtjes. En omdat ik het nu even laat zien. Er zit ook een hele leuke bikershort bij. Die ik nu wel even kan aandoen bij het sporten. Maar goed, dan laat ik dit even zien. Ik denk dat jullie Chiquelle wel kennen. Ik heb al vaker dus samenwerking met hen. Ze hebben hele leuke items. En ze hebben me weer 4 dingetjes laten uitkiezen. Ik heb ook nog een kortingscode voor jullie. Jiska20 voor 20% korting komende 5 dagen. Dus wil je ook iets bestellen, dan is het natuurlijk altijd wel handig om een kortingscode te hebben. Ik ga even de items aan jullie laten zien. Dit is het eerste broekje wat ze me hebben gestuurd. En oh my god. Dit is zo cute en zo flattering, zeg maar. Het geeft je echt zo'n mooi figuur of zo. Het is een soort, ja, wat is het? Het is geen sportbroekje, maar het is ook geen pyjama broekje. Het is gewoon een soort chill broekje. Het is dus een one size. En ja, zoals je ziet, hij zit hier een beetje strak. En dit is de bikershort. Ik heb hem in de maat ML. Je had zeg maar 2 maten, S, M, M, L. En ik ben wel echt heel erg blij dat ik hem daarin heb genomen. Want hij zit dus echt heel erg strak. Maar ik heb het idee... Ik heb nog een zwarte bikershort, maar die is iets korter. Die komt ongeveer tot hier. Ik vind hem wel heel mooi staan. Hij zit zo lekker high-waisted. Dit is de stof, zoals je kan zien. Echt heel lekker. Dit is de eerste top. Ik moet zeggen, ik was hier al een beetje bang voor. Het is namelijk een hele schattige top. Met zo'n heel lief kraagje. Hele leuke kleur. Alleen hij is gewoon echt vrij kort. Het ziet er echt uit alsof ik een te klein short aan heb van de kinderafdeling. Maar kijk, ik heb gewoon best wel een lang bovenlijf. In vergelijking met mijn benen. Waardoor dit soort topjes gewoon altijd een beetje te kort zijn. Wat echt jammer is. Ik vind hem wel heel schattig. Hij is echt wel heel erg cute. Hetzelfde geldt een beetje voor de laatste top. Deze is wel iets minder voor mijn idee. Ik zou dit met dit broekje bijvoorbeeld nog gewoon prima kunnen dragen. Ja, het is wel echt ontzettend schattig. En de kwaliteit is uiteraard zoals altijd gewoon echt heel erg goed. Ik vind het met dit kraagje en zo wel echt heel erg leuk voor de zomer. Ik moet zeggen, die oksels zijn wel... iets krapper dan gewenst, maar niet vervelend of zo. Ik voel meer helemaal een soort tennis queen in of zo, weet ik veel. Dus op deze manier moet de zomer denk ik wel goed komen. Ik ga me even verder omkleden en dan kunnen we gaan sporten. Ik heb natuurlijk mijn 18e verjaardag, is morgen. En ik heb mijn Insta-foto's gemaakt eergisteren met dit en die ballonnen en zo. Als je me nog niet op Instagram volgt, jongens, is dat een hele goede tip om even te doen. Dan kunnen jullie ook even mooi mijn verjaardagsfoto liken. Voor degenen die benieuwd zijn naar mijn workout schema. Ik denk niet dat iemand benieuwd is. Ik heb nog nooit iemand ernaar horen vragen. Maar laat ik het maar gewoon vertellen. Want ik vind het leuk om erover te praten. Oké, eigenlijk heb ik dus niet heel erg een workout schema. Ik doe eigenlijk gewoon best wel erg wat goed voelt. En waarin ik zin heb die dag. Maar wat nu een beetje mijn tactiek is. Is om abs, legs, cardio te doen. En dan gewoon... daarop volgend. Oh nee, andersom. Legs app cardio. Dat is het. Ja, ik weet niet. Ik zit gewoon nu best wel in een soort goede mood om te sporten elke dag. Ik sport echt bijna elke dag. En ik vind het gewoon echt heel erg leuk. Ik word wel overmorgen weer omgesteld. Dus daar gaat weer een week van mijn goede mood. Maar oké. Dus vandaag gaan we lekker mijn legs trainen. Hoe ik dat doe. Ja, ik doe of zo'n filmpje van bijvoorbeeld MadFit. Ik vind die filmpjes echt heel erg chill. Of... ja, ik deed dat met zo'n app, maar ik vind het niet super fijn meer. Dus soms improviseer ik zelf wat. Let's work that booty! Woo! Your words are lost on me. It's taking everything. Not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me. Hi. Oh, how attractive dit, jongens. Jullie zien het misschien al aan, maar misschien ook niet. Misschien denk je, wat gaat deze chick doen? Het is tijd voor self-tanning. Als jullie naar mijn huid kijken en als ik even zorg dat ik niet zo overbelicht ben als nu. En ik ben wit. Geloof me, dit blijft de hele zomer zo. Ik kan in de zon liggen, als ik word gewoon niet bruin. Ik heb deze, de Cocoa Brown Dark Shade. Het is een 1-hour tan, maar ik laat hem eigenlijk altijd 2 of 3 uur op. Sorry, het is nu gewoon begin van de avond en dan kan ik hem vanavond gewoon met douchen eraf wassen. Voor de duidelijkheid, ik doe het lang niet overal. Vooral omdat ik nu nog niet met blote benen en zo zit. Dus ik doe het vooral hier, op mijn handen. Oké, ik ga eerst mijn gezicht doen. Oh, dit is veel te veel voor mijn gezicht. God. Oh my god. Dit had ik niet moeten doen. Dit is veel te veel. Oké, ja, ik doe dit dus echt elke week, maar er gebeuren altijd nog dingen. Oh my god. Nee. Oh my god, wat is dit? Kijk het verschil even. Oké, misschien dat ik toch het iets minder lang dan 3 uur erop laat zitten, want anders gaat het echt fout. Kijk, en dan is dit mijn hand. Wow, dit is zoveel beter. Ik hou van bruine handen. Altijd als ik mijn handen heb getint. Ik ben dan zo blij met mijn handen. Ik ben echt een sinaasappel. Ik laat er gewoon op zitten. Ik denk voor 2 uurtjes, 2,5 misschien. En dan kunnen we het er afpassen. Ik spreek jullie later. Goedemorgen allemaal. Het is de volgende dag. Mijn verjaardag. Ja. Ik ben 18 vandaag. Maar goed, daar gaat deze video niet over. Ik laat jullie even mijn bruine kop zien. Ik heb het spul ongeveer 1 uur op laten zitten. En ja, ik zie zeker verschil. Ik vind het eigenlijk best wel goed gelukt. Dit is nu mijn gezicht. Ja, als je het aan mij vraagt, best wel bruin. Ik weet niet hoe goed het op camera lijkt, maar ik ben er best wel blij mee. Want je ziet dan heel erg dat mijn ogen zijn natuurlijk blauw. Die lijken dan veel blauwer als ik wat bruiner ben. En ook mijn tanden lijken veel witter als ik wat bruiner ben. In ieder geval, dat is het ding wat ik zelf altijd heel erg zie. Dus daarom doe ik dit 1 keer in de week in de zomer. Ik moet wel zeggen, nu ik zo kijk, mijn neus is wel iets bruiner dan de rest. Ik moet zeggen, hier zit het niet echt meer. Het is hier een beetje weg. Maar op mijn handen zie je het nog wel een beetje, hier vooral. Laten we doorgaan met de volgende stap. En dat volgende deel van de video is mijn nagels doen. Ik heb echt al een hele lange tijd niet mijn nagels gedaan. En wat er dus gebeurt als ik niet mijn nagels doe, dan krijg ik van dit soort dingen. Ja, kijk, daar is die. Dat soort van die velletjes naast mijn nagels. Oeh. En dat doet dus best wel veel pijn in ieder geval. Ik vind het gewoon echt niet een fijn gevoel. Dus het is tijd dat ik weer even mijn nagels doe. En tegelijkertijd ga ik even een serietje kijken. Ik ben nu Behind Her Eyes aan het kijken. Het is een soort mini-serie over een psycholoog die vreemd gaat. En ik weet niet, ik vind het echt leuk. Ik heb even gekozen voor dit kleurtje. Even schudden hoor. Ja, het is van Sally Hansen Insta Dry. En het is de kleur 453. Heather Hustle, een soort, ja, lavendelpaars kleurtje. Ik ga mijn nagels natuurlijk eerst even veilen, gewoon met zo'n veldje en mijn nagelriemen gewoon naar achter drukken en dan even lakken. En tegelijkertijd een serietje kijken. Jongens, wat gezellig is dit weer. When you're not holding me, I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you. Dit zijn de nagels nu ze af zijn. Ik ben er super blij mee. Ik denk dat het heel goed is gelukt. Het is niet super netjes, zoals je kunt zien. Nog een beetje dingetjes eromheen, maar dat is op zich niet erg. Dus ik ben super blij met mijn nagels. Dus laten we doorgaan naar de volgende stap. Let niet op mij. Het is ongeveer 5 dagen later. En ik ben het gewoon helemaal vergeten dat ik überhaupt deze video aan het filmen was voor jullie. Applaus voor mij. Nee, maar ik wil deze video nog wel afsluiten met een allerlaatste taak. Wat ik denk iedereen moet doen deze zomer. En dat is een bucketlist maken. Een summer bucketlist. Ik denk dat als je een bucketlist hebt en als je daarop hebt staan wat je allemaal wil doen, heb je zoveel meer kans op een leuke, ervaringrijke zomer dan wanneer je gewoon random iets gaat doen. Dan heb je gewoon een grote kans als je de hele zomer in je bed blijft liggen. Dat je af en toe misschien even gaat zwemmen, maar voor de rest dat het eigenlijk wel meevalt. Mijn summer bucketlist van vorig jaar staat er trouwens ook nog in. Dit is de screenshot van mijn 2020 bucketlist. En zoals je ziet, ik heb niet alles gedaan, wat op zich wel een beetje sad is. 2021 summer bucketlist. Nou, sowieso wil ik 5 boeken lezen deze zomer. Pizza eten op het strand. Ik heb dit vorig jaar ook op mijn bucketlist gezet. En toen is het niet gelukt. Of ik heb het gewoon niet gedaan. Lijkt me heel erg leuk om het dit jaar wel te doen. In een tent slapen. Ik heb al een paar jaar niet in een tent geslapen. En het lijkt me gewoon leuk om dat weer eens te doen. Ik weet dat het voor sommige mensen heel normaal is. Dat ze het elke zomer doen. Maar ik heb het echt al een tijdje niet meer gedaan. Dus het lijkt me best wel leuk om dat een keer te doen. Vlogkanaal starten. Dronken worden. Ja jongens, nu ik 18 ben mag ik dit erin zetten. Oh my god. Hoe heet dat? In het Nederlands een sleeping fort of een pillow fort. Slapen in een... Ja, ik doe even tussen aanhalingstekens fort. Ik weet niet hoe ik dit noem. Een pillow fort in het Engels. Hoe noem je dat? Ik heb geen idee. Comment het hier beneden jongens. Cocktail night met de girls. Yoga op het strand. Zonsopgang kijken. Op het strand. Alles staat gewoon hierachter op het strand, op het strand, op het strand. Maar ik ga dus op 2 strandvakanties. 1 keer met Sam naar Texel en 1 keer met de meiden, met mijn vriendinnen naar Julianadorp. Dus ja, ik denk dat dat wel moet lukken. Er staan een aantal dingen op mijn bucketlist. In ieder geval, ik ga het nu even hierbij houden. Ik hoop dat het misschien ook jullie wat inspiratie heeft gegeven. Ik vind het mega leuk om een summer bucketlist te maken. Ik doe dit dus echt bijna elk jaar. Dus we gaan zien of ik dit ga volhouden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar mijn video te kijken. Naar te kijken hoe ik een beetje me klaarmaakte voor de zomer. Hoe ik helemaal ready werd voor de beste zomer ever. Ik ga hierbij dus ook de video afsluiten. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat zeker nog even hieronder, voor als je alle leuke dingen wilt zien deze zomer. Doe ook gelijk een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Ik hou van jullie. Bedankt voor alle support. Ik waardeer het heel erg. Ook nog bedankt voor alle felicitaties trouwens. Ik was echt blown away. Zo dankbaar voor jullie allemaal. Dus als je dat ziet nu, ook voor jou. Dankjewel. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Bye guys!